Hi, mijn naam is Don en dat daar is mijn nieuwe auto. Voor een week. Dit is de Tesla Model 3. En van de Tesla Model 3 heb je drie edities. De standaard, de long range en de performance. Dit is de long range. De long range, je gaat zo'n 560 km mee. Met een topsnelheid van 233 km per uur. En een 0 naar 100 snelheid van 4,6 seconden is het zeker geen verkeerde auto. De Tesla Model 3 long range heeft een dual motor all-wheel drive. En voor een prijs van onder de 60.000 euro en een veiligheidsscore van 5 sterren... is het zeker niet verkeerd. Ik heb deze auto nu al een paar dagen en ik probeer hem zo goed mogelijk in mijn levensstijl te verwerken. En dat gaat tot dusverre vlekkeloos. Ik mag nog geen laadpaal bij mij thuis hebben, maar ik kan mij voorstellen dat als ik dat zou hebben, dat het allemaal een stuk makkelijker zou gaan. En ik hoor al de veel voorkomende vragen voorbij komen van mis je het geluid niet van een echte motor, een echte auto? Aan de ene kant, ja, tuurlijk. Het gebrul van een motor, het nadoen van een leeuw, ja, daar ben ik een groot liefhebber van. Maar luister hier eens naar. Het enige wat je hoort zijn de banden. Het enige wat je hoort is de wind op de auto. Het is complete rust. En ik merk ook bij mijzelf dat ik heel erg rustig word als ik achter het stuur zit hiervan. En dat vind ik een heel erg prettig gevoel. Hij rijdt lekker, hij accelereert lekker. Want de acceleratie, ik merk dat ik... Dat zit er inmiddels nu in. Van af en toe heb je een momentje van... ik moet hier even accelereren om hem er net even tussen te krijgen of wat dan ook. Dat je de mogelijkheid hebt voor snelle acceleratie... is heel erg fijn om te hebben. Tuurlijk, de topsnelheid is maar 233 km per uur. Maar hoe vaak rij je dat nou? Praktisch gezien is dit echt de ideale auto. Ik moet wel zeggen, Tesla heeft wel een eigen manier van dingen doen. Ik denk dat je het misschien het beste kan vergelijken met de Apple van auto's. Apple heeft ook zo zijn eigen manier van dingetjes doen. En dat is op zich niet erg, maar als je dat niet gewend bent... dan zal je daar even rekening mee moeten houden. Dan moet je daar een beetje inkomen. Bijvoorbeeld deze hendel. Ik vind dit een zeer Amerikaanse hendel. Dit is om hem uiteindelijk in zijn achteruit, in zijn neutraal en in zijn drive te zetten. Ook voor cruise control. En dit knopje op de zijkant dient voor parking. En dat is eigenlijk alles wat je qua versnellingen doet. Terwijl normaal gesproken bij een Europese auto zit hij hier midden. Of de ruitenwissers bedienen. Dat gaat gewoon allemaal hier via het scherm. Maar dat is allemaal puur een kwestie van gewenning. Zodra je daaraan bent, dan is het geen probleem meer. Nu staat Tesla ook bekend om hun leuke snufjes in de auto. Technisch gezien is het gewoon een computer op vier wielen. En waarvoor ik de auto heb meegekregen, van Tesla zelf, dankjewel trouwens, heeft niks met de buitenkant van de auto te maken, heeft ook niks met de rijstijl van de auto te maken, maar het zit in de auto. Oké, ik zit dus nu bij een station voor allerlei Tesla superchargers. Nu gaat het er eigenlijk om niet zozeer... dat er superchargers zijn, dat weten we allemaal wel. Het gaat er meer om wat er op het scherm plaatsvindt. Wij wisten al dat er allerlei spelletjes op de Tesla zat. Tegenwoordig zit er dus ook een Fallout Shelter, een Stardew Valley, een Backgammon, Cuphead, een leuke titel, Beach Buggy Racing, Chess, etc. Nou blijkt dus, en dit is de catch, dat je dit met controller kan spelen. Dus dat gaan we vandaag oefenen. Of... uitproberen. Ik heb meegenomen een Xbox controller, ik heb meegenomen een PlayStation controller en ik heb meegenomen een Nintendo Switch controller. Nou werd mij verteld dat op zowel de Xbox als de PlayStation controller kan hij hoogstwaarschijnlijk wel werken. Nintendo Switch controller had dus geen antwoord op, dus dat wil ik vandaag eventjes testen. Laten we beginnen met de PlayStation controller. En het mooie is aan de Tesla, hier onderin zitten USB slots, twee stuks. Die normaal gesproken bedoeld zijn voor je telefoon opladen of wat dan ook. Maar die kunnen dus ook een aansluiting voor een controller hebben. We pluggen hem in. We pluggen hem in de controller. Ik zag mijn controller wel opladen. Laten wij Cuphead eigenlijk eens mee beginnen. Want dat is eigenlijk de perfecte controller game. Oké, de game start. Press any button. En nu is het de vraag of hij daadwerkelijk ook...
Hij werkt! Hij werkt! Oh mijn god, het werkt echt. Dit is heel de reden dat ik naar een supercharger ben gereden. De Tesla stond nog op 80% batterij. Het was nergens voor nodig dat ik naar de supercharger ging. Maar ik zat van, het is briljant om gewoon tijdens het supercharger gewoon te kunnen gamen met een controller. En Cuphead kan je co-op spelen. Er zijn twee USB-slots, dus ik had eigenlijk iemand mee moeten nemen en dan gezamenlijk mee kunnen spelen. Het werkt! Ik ben vergeten wat ik moet doen. En dan loop ik. En het werkt ook gewoon. Ik ben hier zo verbaasd over. Het is toch van de zotte eigenlijk. Dat ik in een auto zit, wat eigenlijk gewoon een computer op wielen is. En ik zit een spelletje te spelen. Een spelletje te spelen op de controle. Je kan het zien. Het werkt. Omhoog, omlaag, links, rechts. Alleen hij heeft de enige missynchronisatie. Want hij geeft aan, zeg maar, oké, druk op het vierkantje om verder te gaan. Maar dat is het niet. Het moet gewoon het kruisje zijn en dat zit onderin. Dus daar zit de enige mishap in. Oké, run and gun, forest. Ik ben benieuwd of dit ook heel erg het batterijladen tegenhoudt. Volgens mij niet. Oh, wow. Oei, oei, oei. Ik heb al zo lang Cuphead niet meer gespeeld, joh. Het is ook een van de meest lastige games die ik ooit heb gespeeld. Bonk? Ja, tuurlijk. Ik dacht, ik kan er wel op springen. Maar tuurlijk kan je er niet op springen. Oh shit, nu doe ik het weer. Oh, hoe counter je ook alweer in deze game? Oh ja, ja, ja. Huh. Damn it! Ik dacht dat ik wist. Maar ik wist het niet. Oh, ik heb ook al de dash. Hoe doe je counter ook alweer? Want daarmee kun je die rode dingetjes pakken. Laat me sowieso dit level even halen. Maar het is met die... Dit zijn soort van de wildcards of zo. De special items die je moet gatheren. Oeh, die plant pakte me bijna. I'm so low. Ik weet niet, ik kan er niet bij met mijn hoofd. Het slaat zo alles. We ain't dying. I died. Oké. We weten dus hoe dit werkt. En het werkt ook gewoon nog echt goed. Het is echt responsive. Het zit er direct bovenop. Oké, dan sluit ik de PlayStation controller af. Dan gaan wij door naar de Xbox controller. Sluiten we hem aan. Ik voel trilling, dus dat is al een goed teken. Laten wij Beach Buggy Racing doen. Oké, normaal gesproken moet je Beach Buggy Racing dus met je stuur spelen. Nou, daar staat mijn camera nu op. Dus dat is het probleem. Dat gaat hem dus eventjes niet worden. Dus ik vraag me af of ik hem met de controller kan spelen. En dat kan zeer zeker. Ik vraag me af hoe ik gas geef, maar meestal is het gewoon RT. Oké. Naar rechts sturen, ja, race met je Tesla, ja, bla 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 bla. Dat gaan we dus niet doen. Want je kan dus gewoon de controller gebruiken. Oké. Gebruik je stuur en rem om te spelen. Nee, gaan we niet doen. Hup. Hey, het werkt. En het werkt goed. Een item. Hop. Nu werkt hij. Als een vangnet. Boost. Ik zie weinig. Ik zie heel weinig. Is een soort spook idee. Het was wel geinig. Gisteren was ik nog even op het internet aan het kijken. Gewoon rondom deze Tesla voor meer informatie en zo. En het blijkt dus... Oh, terwijl ik even uit de Tesla word geknald. Het blijkt dus dat ze gewoon daadwerkelijk een videogame engineer facturen open hebben staan. Dus al ben je dat en je wilt naar... wat is het? San Fran toe? Of noem het eens. Dan moet je daar naartoe. Want ze zoeken nog een engineer. Ronde 1 van de 2. Wat is dit voor item? Oh, dan gaan we extra snel. Dan heb je zo'n charge of zo. Dan kan je waarschijnlijk mensen wegbotsen. Oh, meeuw! Oh, die heb ik nog even lekker een oplawaaier gegeven. Huppakee, raketjes. Ja, ze zitten allemaal achter me. Ik rij ze er allemaal vierkant uit. Want het is wat dat betreft best makkelijk met de controller. Ik ben op zich ook nog wel benieuwd hoe het is om het zeg maar met het stuur te spelen. Oei, dat is een flinke knal. Ook al speel je dat met het stuur en dan bewegen de wielen mee. Persoonlijk ben ik daar niet zo van. Mijn contactpersoon bij Tesla zei dat het geen kwaad kon.
Maar dat is zo'n beetje regel 1 bij racen op het circuit. Als je auto stilstaat, ga niet met het sturen spelen, want dan krijg je platte vlekken op je banden. Maar zij zeggen dat het kan, dus dan zou het wel gewoon zo moeten zijn. Maar om dat dus helemaal te voorkomen, kan je dus ook gewoon met een controller spelen. Huppakee, eerste plaats is behaald in de Model 3 tegen de Model X, S, XS, etc. Oké, de grootste vraag. Dit is wel een USB 3.0 kabel. Ik weet niet of je die sowieso accepteert. Nu zijn we een beetje op het experimenteervlak. Ondersteunt de Tesla Model 3 de Switch controller? Oké, we maken verbinding. Ik zie hem wel opladen. Dat is wel een goed teken. Laten wij Stardew Valley gaan spelen. Stardew Valley is ook verkrijgbaar op de Switch, voor zover ik weet. Dus dat zou perfect aansluiten. Ook gewoon Cuphead, sure. Maar dat Stardew Valley op de Model 3 staat, absurd. Het ziet er naar uit dat hij geen verbinding maakt. Ik probeer zeg maar opnieuw te klikken of iets, maar er gebeurt gewoon helemaal niks. Op zich wel begrijpelijk. Nintendo is wat dat betreft ook best gesloten. Op zich, ik had dit ook wel verwacht. Ik had dit verwacht dat dit niet zou werken, maar ik wilde het toch proberen. Want het zou een hele aangename verrassing zijn als dat zo is. Maar hoe dan ook, dat zijn wel even de spelletjes op de Tesla. Dus er is zeker genoeg te doen als je staat te superchargen. En daar is het ook voornamelijk voor. Niet dat je op je dode gemakje zit van, nou, ik heb geen computer thuis die werkt. Laat ik maar in mijn Tesla gaan zitten. Op deze manier werkt het hartstikke leuk. Chapeau Tesla, goed gedaan. Hoe dan ook, ik ga zeker nog wel even wat kilometertjes rijden. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Tesla, bedankt voor het uitlenen van jullie auto. Wordt heel erg gewaardeerd. Ik geniet er echt heel van. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei!